Het gezin Power aan de Koppieweg in het district Para kent u vast wel. Een moeder, vader en twee tieners met meervoudige beperking. Zij zijn in onze eerdere uitzending verschenen. De situatie is zeer meelijwekkend, vooral wanneer blijkt dat velen toezeggingen hebben gedaan aan dit gezin om hun nood een beetje te verlichten, maar vooralsnog weg zijn gebleven. Nou, dit gezin krijgt binnenkort een nieuwe woning. DNA-lid Kensenhuis heeft intussen aandacht geschonken aan dit geval. En hij heeft, of er is besloten om als eerst de woonsituatie van het gezin apart aan te pakken. Uw aandacht daarvoor. De heer Power van Koppieweg, wiens woonsituatie erbarmelijk is en op de koop toe twee kinderen heeft met een beperking, heeft bezoek gehad van 1 voor 12 en assembleelid Patrick Kensenhuis. Ook hier heeft deze volksvertegenwoordiger zijn bijdrage geleverd en is een aannemer gelijk ingeschakeld om een begroting te maken voor de bouw van een geriefelijke woning voor deze familie. Uw woonsituatie, spreekboek delen hier al eens over, daarover niet te praten. Daarom zijn we hier om te kijken wat gedaan kan worden voor u. En sowieso gaan we niet voor de tweede, derde, vierde keer komen en dat we net doen niks. We gaan straks met de DNL-lid praten wat we voor u kunnen betekenen. Maar we gaan sowieso u niet in de situatie zo laten. We gaan starten met, veranderen van uw woonsituatie. En uw kindergezondheidssituatie, dat we kijken waar we kunnen beginnen. We hebben van onze minister Hoefdraad hebben we een pakket voor u gebracht. Dat heeft u net gekregen, kip en een pakketje. En de situatie van u, daarvoor zijn we hier gekomen. Het probleem bij mij is, ik begrijp alles. Ik heb echt begrip voor alles, elke situatie. Ik kan niets van iemand eisen, ik kan alleen maar bedelen en verzoeken. Maar waarvan ik de grootste hekel heb, is dat mensen komen, films maken, foto's maken. En dat is niet één keer, een paar jaren aan de gang. Maar er gebeurt niets. Heeft u gemerkt bij 1 voor 12 dat er niets gebeurt? Niet bij 1 voor 12, want jullie zijn pas bij mij. Of met me bezig. Maar er gebeurt niets. Ik heb zelfs gevraagd van, geef me sloopmaterialen. Die tijd kon ik nog staan, ik kon alles doen. Dus ik kon zelf mijn huis weer repareren of maken. Ik ben hartpatiënt, ik ben bloeddrukpatiënt. Ik heb last van trombose. Maar ik heb geen pensioen, ik krijg nergens pensioen. En dat kan de overheid checken, is geen probleem. Je matcht gewoon al die gepensioneerden en alle mensen en andere mensen over de 60 jaar. Als hier mijn naam voorkomt, of waar mijn naam voorkomt. En dat wil ik wel graag weten, want ik kan niet meer kiezen van pensioen, maar minozabi. Heeft hij gewerkt? Ik heb gewerkt, ja. Vanaf ik van school ben. Waar heeft u gewerkt? Ik heb gewerkt bij Suralco. Ik heb gewerkt bij luchtvaartdienst. Ik heb gewerkt bij politie. Nederlandse ambassade. Ik heb overal waar ik gewerkt. Laatst was het hier bij, hoe heet het, Prekamp. Maar wat is dan verkeerd gegaan dat hij nooit pensioen gehad heeft? Ik heb gewerkt. Nederlandse ambassade heb ik 9 jaar gewerkt, was aan Ipsa, met Ati Brong. Ik dacht, geef me al mijn geld, ik wil niets van jullie te maken hebben. Dat zijn die problemen. Misschien heb je vroeger wat gedaan dat... Mij achtervolgen. Ja, achtervolgen, maar goed. We gaan het bij deze laten. We gaan praten met ons DNA-lid, meneer Patrick Kensenhuis. Meneer Power is een beetje teleurgesteld. We hebben u erbij gehaald. En ook ons districtsraadlid Kambier. Meneer Kensenhuis, meneer Power is een beetje teleurgesteld. Hoe gaan we dit goed maken? Ik kan zijn teleurstelling begrijpen. Natuurlijk kan je een situatie hebben dat mensen komen en misschien hulp aanbieden. Maar hulp aan ik ook direct. Kijk, we kunnen verschillende dingen verwachten. Maar nu zijn we dus hier. We kennen de situatie van meneer Power. Ik ben een paar keren hier geweest om voedselpakketten ook af te geven. Vaak in het kader van een bepaalde dag, of het nou een moederdag is of zo. We kennen de situatie van meneer Power. We zijn dus nu hier om heel serieus ook weer hier naar te kijken. En we hebben tenminste die afstemming al gepleegd om te kijken in hoeverre wij meneer Power wel kunnen helpen met bouwmaterialen. Alleen om zijn woonvoorziening,
om daarin te kunnen voorzien. We hebben gezien dat de situatie hier in het huis niet zo is als wat het moet zijn. En met wat die kinderen die hij heeft, die dus die hulp nodig hebben, dan denk ik dat we tenminste moeten kunnen voorzien in bouwmaterialen helpen om dus de situatie, de woonsituatie van hem en zijn gezin, om daarin verbetering in te brengen. Ik wil meneer Power wel zeggen van, we zijn heel serieus aan het takken kon ja voor Tekwafatu of kon ja voor hoor je voor de gek of kon ja voor Luko gewoon dat takken wat doen we niet doen. Maar voor Luka situatie en hoe takken ba, à la fasie, we hebben je naar bouwmateriaal. Hoe lang gaat dit nog duren? We gaan dus nu, wat nu moet gebeuren is die begroting moet gemaakt worden. Want we kunnen, je kan zeggen van je doet het, maar als ik zeg van ik breng bijvoorbeeld 50 steekplaten, dan heb je misschien het probleem nog niet opgelost. Er zal naast misschien steekplaten moeten er nog andere dingen gebeuren. Dus we gaan hier naar kijken. Ik ben blij dat het districtsraadslid Chris Gambier ook erbij is. We hebben gekeken naar de situatie. En we gaan dus heel strak hierop werken. Als het aan ons ligt, hebben we vandaag die oplossing in plaats van morgen. Meneer Paul heeft het gehoord. 1 voor 12 gaat ervoor zorgen dat wij binnen een week een bouwtekening van u gaan maken. We gaan sowieso een expertise erbij halen. We gaan meneer Lloyd Dalford erbij halen om dit voor ons op papier te zetten. En met alles erin en dan gaan we van start. Gaan we sowieso weer zoeken naar middelen, maar u mag erop rekenen dat we u niet bij deze zo gaan laten. Wat in het verleden verkeerd gegaan is, laten we zand erover gooien, maar u mag op 1 voor 12 rekenen, tezamen met Diana Kensenhuis, dat we u niet zo gaan laten. U mag erop rekenen. Ik wil meneer Kensenhuis bedanken. En ja, God, is afwachten.